Hey, wat tof dat je luistert naar deze aflevering. En in deze aflevering wil ik een hele mooie vraag met je behandelen. Die ik afgelopen week kreeg en die heeft alles te maken met content en wat moet je nou delen. Ik sprak een ondernemer en die worstelt een beetje met het bepalen van haar content. En haar vraag was: ik wil natuurlijk niet de hele tijd over mijn aanbod slash product posten. Dus plaats ik ook berichten die wat algemener zijn, maar die wel een connectie hebben met het thema. Maar ik vraag me af hoe ver je daarin kan gaan. In hoeverre moet de klant het snappen wat de link met je aanbod precies is? En in hoeverre moet de content kloppen met het product? Ik doe nu vooral op gevoel en hoop dat wat er bij mij speelt als moeder anderen ook zullen herkennen. Hele mooie vraag en ik denk ook herkenbaar voor anderen. Ik hoor heel veel ondernemers worstelen met het thema content, content marketing, bereik opbouwen. Maar ook vooral, wat moet ik dan posten? Allereerst is het natuurlijk heel belangrijk, en daar heb ik eerder al meerdere afleveringen over gemaakt, dat je wel regelmatig over je aanbod praat. En dat hoeft niet per se te zijn dat je daar hele posts aan wijdt. Het kan ook zijn dat je ergens de naam van je product of je programma laat vallen. Of dat je bijvoorbeeld social proof deelt. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld ervaringen van klanten deelt, resultaten van klanten laat zien. Zodat mensen wel heel goed weten wat er bij jou te koop is. Want als je niks in de etalage van je winkel hebt staan, komen mensen ook je winkeltje niet binnen. En dat geldt ook voor jou met een dienst. Dus dat even allereerst gezegd. Het is heel belangrijk dat mensen weten wat er bij jou te koop is en ook wat het inhoudt, wat het doet, voor wie het is, zodat je mensen daar eigenlijk steeds hebberiger, steeds geïnteresseerder op kan maken. Dus dat is belangrijk. Hè? Mensen moeten weten wat er bij jou te koop is. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je daar de hele tijd over moet praten. Want heel eerlijk, als ik iemand volg die alleen maar praat over haar programma, haak ik na een tijdje echt wel af. Dus het is heel belangrijk om dat voldoende af te wisselen. En ik zou zeggen 80-20, dus 80% over alles wat er rondom jouw thema speelt, wat er bij jouw klant speelt, en 20% over je aanbod. Dus als dat 100% over je aanbod gaat, haken mensen ook af. Hè? Want dan krijgen je volgers of je lezers al gauw het gevoel dat je alleen maar gezien wordt, of dat zij alleen maar gezien worden als een soort wandelende portemonnee. En dat gaat absoluut niet voor klanten zorgen. Wat namelijk het belangrijkste is van je content zit natuurlijk in je gratis aanbod. Hè, dat is ook eigenlijk een vorm van dienst, een vorm van waarde die je levert. Maar wat daarin heel belangrijk is in alles wat je gratis doet, is dat jouw klant zich gehoord, gezien en begrepen voelt door jou. Dus als jouw potentiële klant jou volgt, op wat voor kanaal dan ook, dan wil die zich kunnen herkennen in wat je deelt. Dan wil die het gevoel hebben van, oh, deze persoon die snapt mij, die weet precies in wat voor situatie ik zit, waar ik mee worstel, hoe dat voor me is, wat ik misschien al heb geprobeerd, waarom het zo frustrerend is en waar ik zo graag naar verlang. Dus het is heel belangrijk om content te maken die herkenbaar is voor jouw klant. Waardoor jouw klant het gevoel heeft van, bij hem of haar ben ik in goede handen. Dat kweekt het vertrouwen. En vertrouwen is een van de belangrijkste emoties die jouw klant moet voelen om ja te kunnen zeggen tegen jou. Dus ook 100% over je aanbod vertellen en verder over niks anders, dat kweekt natuurlijk ook niet echt vertrouwen. Dat geeft vooral heel erg het beeld van, ik ben alleen maar met mezelf bezig. Terwijl jouw klant het juist nodig heeft van jou, het gevoel van, hey, jij bent ook met mij bezig. Want jouw klant wil geholpen worden, dus je klant wil dat het over hem of haar gaat.
Dus zorg dat je in je content praat over thema's, vragen, worstelingen, uitdagingen, frustraties, grote dromen die herkenbaar zijn, waar jouw klant zich in kan vinden, die resoneren bij jouw klant, zodat die op die manier positief getriggerd wordt door jou. Wat ook belangrijk is om mee te nemen wanneer je content maakt, is de emoties die in jouw content zitten, die zitten in wat je deelt of die emoties die naar boven gehaald worden. Want mensen kopen, jouw klant dus ook, mensen kopen vanuit een emotie een luxe product. Hè, dus wat jij verkoopt is geen bare necessity, het is geen waterbrood of benzine, zeg ik altijd tegen mijn klanten. Dus ook al weet jij dat het hartstikke noodzakelijk is voor jouw klant, maar toch is het een luxe product. Hè? Dus er gaat niemand dood als ze niet met jou gaan werken. En daarvoor hebben we bepaalde emoties te voelen, hebben we dat verlangen ook te voelen, maar ook die frustratie die we nu hebben om een koopbeslissing te nemen. Dus zorg er ook voor dat het niet alleen maar heel plat en feitelijk is wat je deelt, maar dat je mensen hun emoties die er zijn laat voelen, dat je die naar boven kunt halen. Hè? En dat kun je doen door bijvoorbeeld een situatie te omschrijven die heel herkenbaar is voor jouw klant. Of mensen helemaal mee te nemen in dat verlangen waar ze naartoe willen. Hoe dat voor ze zou zijn. Wat dat betekent voor hen. En wat voor effect dat ook heeft op andere vlakken van hun leven. Zodat ze echt dat kunnen gaan voelen hoe fijn dat zou zijn. En vanuit dat gevoel wordt er uiteindelijk een koopbesluit genomen. Of nemen mensen de beslissing om eens even met jou te gaan bellen. Daarop aanhaken, zou ik zeggen, hangt het er ook een beetje van af hoe high-end, ik vind dat altijd een beetje een rot woord, maar wat voor soort aanbod je hebt, wat voor soort content daar dan ook bij past. Dus als jij op een iets lager segment je richt, dus jouw producten zijn niet heel groot nog, je prijzen zijn ook niet enorm hoog, is het prima om geregeld bepaalde tips en inzichten te delen. Hè, dat is prima voor die klant. Het is interessant, het is leerzaam. Het laat ook jouw expertise heel erg zien. En het geeft ze een heel mooi voorproefje van wat ze bij jou kunnen krijgen. Werk je nou met een meer gevorderde klant... Dus stel dat je je richt op ondernemers, met een ondernemer die al wat verder is. Of stel dat je werkt met managers of directeuren. Mensen die al wat verder zijn in hun, nou ja, in het pad dat ze bewandelen. Wat het dan ook is in jouw geval. Dan zoeken ze eigenlijk veel meer iemand met een hele scherpe visie. Een leider, iemand die zichzelf echt durft neer te zetten zonder concessies, zonder zich in te houden. Dus iemand die gewoon heel stoer en bold zijn visie, zijn standpunt durft te delen zonder daarin enige concessies te doen. Dan zoekt jouw klant veel meer echt iemand met leiderschap. He, want op die plek waar ze zijn, zijn ze niet per se meer zo op zoek naar de tips en de handvatten en de gratis e-books, mocht je die hebben. Maar zoeken ze veel meer naar een leider met echt haar eigen toon, met echt haar eigen visie. En daarbij voelen ze dan van, hey, triggert het mij, raakt het mij, kan ik me hierin vinden zet het me juist heel erg aan het denken. Dat is dan voor hen veel meer de reden om actie te ondernemen. Dus het hangt ook nog een klein beetje af van wat voor soort product je aanbiedt en voor wie dat is, hoe je je content zou kunnen insteken. Dus om de vraag even nog in het kort te beantwoorden. Ja, je moet uiteraard over je aanbod en je product praten en posten. Maar het hoeft niet in
elk geval helemaal direct gelinkt zijn aan je aanbod. Het moet vooral gaan over jouw klant, wat jouw klant meemaakt, wat jouw klant ervaart. En wat jouw kijk daarop is, wat jouw oplossing daarop zou zijn, gedachten die jij daarover hebt, jouw visie. En afhankelijk van hoe jouw aanbod eruit ziet en op wie dat gericht is, kun je prima uit de voeten met wat meer tips en insights, of juist heel erg de uitgesproken leider durven zijn. Ja, dus je mag voor beide type klanten heel erg echt je standpunt innemen. Naar mijn mening wordt dat ook veel te weinig nog gedaan. En wordt er nog heel erg voorzichtig vaak gespeeld. Want stel dat je iemand afschrikt. Maar wat mij betreft mag je dat juist veel meer doen. Omdat je daarmee ook de juiste mensen juist wel heel erg raakt. En die ook veel sneller geneigd zullen zijn om bij jou een gesprek aan te vragen. Ik hoop dat dit een verhelderend antwoord is geweest. Het is ook een kwestie van gewoon doen en een beetje spelen en proberen. Hè? Het antwoord is niet altijd zoals je hem verwacht. Dus ik merk bijvoorbeeld zelf ook wel dat soms mensen op de meest random dingen heel erg aanhaken. Hè? Dus het gaat vooral natuurlijk over jouw klant, maar ook een heel klein beetje over jou. Omdat mensen kopen van mensen. Dus het mag ook gaan over wie jij bent, wat jij meemaakt, jouw eigen achtergrond. En ook jouw eigenaardigheden. Dus ik krijg bijvoorbeeld heel veel klanten. Vorig jaar kreeg ik klanten omdat ik zwanger was. Een klant bijvoorbeeld die ook zwanger was. Maar ook, ik kom uit Veenendaal, midden in de Bible Belt, in de provincie Utrecht. En dan kreeg ik ook heel veel mensen die daar bijvoorbeeld in de buurt hebben gewoond of wonen. Ik heb zelfs een klant bijvoorbeeld gehad die op dezelfde middelbare school gezeten heeft als ik. Niet in dezelfde jaren. Maar dat was dan weer zo'n mooi raakvlak. En dat helpt dan heel erg in het keuzeproces. En daardoor kiezen mensen bijvoorbeeld eerder voor jou. Dus het hoeft absoluut niet altijd een directe link te hebben. Het gaat over jouw klant, vooral over je klant, maar ook echt over jou. Hè? Want jij bent de onderscheidende factor in jouw bedrijf. Ook een ander onderwerp, daar moet ik misschien een keer een losse podcast over maken. Maar sta je ook niet blind op je content posten qua strategie. Het is een hartstikke mooie strategie, maar er wordt heel vaak gedacht dat als ik maar consistent 2 keer of 3 keer in de week iets post en een paar hashtags erbij gooi, dan gaat het vanzelf wel groeien en dan hoop ik dat dat meer bereik oplevert. Maar om echt structureel aan je bereik te werken, zijn er wel wat andere strategieën die wat slimmer en sneller werken. Dus sta je ook niet blind op dat gewoon alleen maar dingen posten, dat nou echt alles voor je gaat doen. De meeste klanten zullen daardoor wel geïnteresseerd raken. Maar niet iedereen zal puur alleen maar door jouw content klant worden. Daar zijn nog veel meer slimmere en snellere routes te bewandelen. Directere routes, maar ook slimmere routes waar je gebruik maakt van andere factoren om bereik te creëren en om daarmee aan je business te bouwen. En nogmaals, bereik is ook niet alles, want je kan wel heel veel volgers of heel veel bereik hebben, maar als mensen niet bereid zijn tot kopen, heb je daar ook niet zoveel aan. Maar ik ga daar eens een andere podcast over opnemen. Hele fijne dag vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Zou je de podcast een rating, een ster willen geven op iTunes of op Spotify? Als je deze aflevering of andere afleveringen fijn vindt, dat zou me enorm helpen. Zo kan de podcast ook blijven groeien. Ja? Ook weer meteen een mooie tip qua bereik. Dat soort dingen werken ook in het opbouwen van je bereik. Ja, meteen nog een gratis tip.
Mocht je een keer in gesprek willen, omdat je merkt van hey, mijn strategie is eigenlijk ook content posten. En dat werkt eigenlijk helemaal niet zo. En je zegt dat daar nog andere wegen in zijn. Als je wil dat ik daar eventjes met je over meedenk en je wil echt structureel aan de slag met meer klanten werven en een echte goede stabiele klantenstroom genereren, dan staat het je helemaal vrij. Ben je hartstikke welkom om even een call te boeken via de link in de beschrijving. Heb een heerlijke dag en ik spreek je heel gauw weer in de volgende.